Red Dad is the successor to the throne. Dit is wie wij zijn. Ik wil geen leider zijn van een volk dat vasthoudt aan barbaarse rituelen om hun eigen angsten te bezweren. Nu kan jouw zoon in de plaats van Red Dad innemen. Je weet wat dit voor ons betekent, jongen. Iedereen ligt klaar. De vonken die liggen voor de kust. Wil jij een oorlog beginnen tegen het machtigste leger ter wereld? Je maakt geen schijn van kans. Jezus, die heeft zich geofferd voor ons allemaal. Something these barbarians don't understand is obedience. The pillars of our faith in Christ. Wij kunnen het woord van Christus toch niet verspreiden met geweld? Ik kom niet om vrede te brengen, ik kom om het zwaard brengen. Deze mensen verdienen beter. Een betere leider. Het gaat niet om rituelen of gebruiken. Het gaat om jouw liefde voor je land. En dat is wat mensen in jou zien. Have you ever wondered why you're still alive? Think about that. You seem to have a common problem with Red Dad. Er komt een moment dat je moet laten zien wie de leider is. Het gaat er niet om wat je gelooft. Het gaat om wat je ermee doet. Red Dad is rallying troops everywhere. We have to act now and we have to act fast. Jij denkt dat de goden iets doen. Wat hebben jou gestuurd, Red Dad? We must break their will. En dat pakt niemand van ons af!